Hallo, mijn naam is Els van den Burgt. Ik ga jullie iets vertellen over het gebruik van de Bruinzeel Sakura gelpennen, de glaze en de soufflé. De glaze is er in 18 kleuren en de soufflé in 10. Ze kunnen onder andere gebruikt worden voor het kaarten maken, scrapboeken, embossen, home decorations en vele andere mogelijkheden. Wat is het verschil tussen de glaze en soufflé pennen? Glaze is glanzend, zijn heldere kleuren en zijn transparant. Er zijn 18 verschillende kleuren, waarvan de laatste twee toevoegingen een diep rood en een diep groen zijn, die uitermate geschikt zijn voor het maken van kerstkaarten. En de glaze heeft een glanzende dop. De soufflé is mat, is dekkend, zijn 10 verschillende kleuren, pasteltinten. Soufflé kan bovendien ook gebruikt worden op een donkere ondergrond. Omdat die dekkend is, zie je dat de kleuren op wit exact hetzelfde zijn als op de donkere ondergrond. En het mooie van deze twee pennen is dat ze onderling zeer goed te combineren zijn. Het unieke van de glaze en soufflé gel pennen is dat ze op verschillende ondergronden gebruikt kunnen worden. Onder andere papier, karton, plastic, glas, metaal, keramiek en foto's. Ik heb een aantal dingen meegenomen om te laten zien. Deze kaart is gemaakt op transparant PVC met de glaze. Diezelfde techniek heb ik gebruikt op de bloempot met de vlinder. Die kun je weer verwijderen, dus als je een ander thema erop wil plakken, kan dat ook. Ik heb hier nog een zwart-wit kaart, ook op transparant PVC. Dan heb ik op keramiek heb ik het spaarvarken versierd. Dat is zowel met de glaze en soufflé. En omdat dit een ronde vorm is, moet je het wel tussendoor feunen, want het is een lopende inkt. Dan heb ik een spiegeltje gedecoreerd. Kun je gewoon plat neerleggen en inkleuren. Dan heb ik hier nog een scrappagina gemaakt. Hier heb ik ook weer de vlinders gebruikt. Zie je heel duidelijk het verschil tussen glaze en soufflé. Door de glaze heen zie je heel duidelijk het papier van de ondergrond. Hier heb ik met de soufflé een sticksteek gemaakt op de foto. Voel je ook heel duidelijk het 3D-effect. En hetzelfde is hier met de pennen gedaan. Papier gevolgd, waardoor je ook een heel duidelijk 3D-effect ziet. Ik ga nu deze kaart stap voor stap uitwerken. Om te laten zien hoe je de glaze en soufflé pennen kunt verwerken op een kaart. We gaan beginnen met het inkleuren van de lijnen van de peel-off sticker. Je neemt de Identipen en je kleurt de lijntjes in de kleur waarin je ze hebben wilt. Je hoeft niet binnen de lijntjes te blijven, want je haalt de sticker van het vel af. Als we klaar zijn met het inkleuren van de lijnen met de Identipen, halen we de sticker van het vel af, plakken we op het witte karton en drukken we even lichtjes aan. Dan neem je een glazepen. Bij nieuwe pennen zit er een dopje op, dat is een beschermkapje. Hoef je alleen de eerste keer te verwijderen en niet meer terug te plaatsen. Dan beginnen we met het inkleuren van de sticker. We houden de pen een beetje rechtop en kleuren hem in met een ronddraaiende beweging. Niet te veel druk op de pen, want het is absoluut niet nodig. Het liefst niet teruggaan naar de plek waar je al geweest bent. Dus in één keer goed inkleuren. Want op het moment dat de pen aan het drogen is en je gaat terug, maak je het juist kapot. De droogtijd van de pennen is verschillend. Dat ligt eraan op welke ondergrond je werkt. Op papier droogt het binnen een paar minuten. Werk je op een niet-poreuze ondergrond, zoals glas of plastic, kunststof, dan duurt het wat langer. Ligt ook aan hoe dik je het opbrengt natuurlijk. Ga ik nu beginnen met de soufflé-pennen. Werkt exact hetzelfde als de glaze. Dus gewoon rand aanraken en een ronddraaiende beweging. Wat je bij de soufflé zult zien is dat de kleur heel fel is, maar het droogt op vanaf de rand, dus de rand wordt eerst licht, droogt het op als de zachte pastelkleur. Als je ziet op het moment dat je de soufflé aanbrengt, is het een donkere kleur. Dat zie je hier heel duidelijk het verschil. Dus na droging zie je een groot contrast, maar op het moment dat je aan het kleuren bent, zie je dat nog niet. Na het inkleuren en opdrogen van de glaze en soufflé, ga ik een aantal vakjes inkleuren met de Quickie Glue pen. De Quickie Glue pen kan gebruikt worden zowel op het karton als op de ingekleurde vakjes. Hij kan gebruikt worden voor zowel lijmen als in combinatie met de glitter. Zoals je ziet
is die blauw als je hem aanbrengt, maar hij droogt volledig transparant op. Nu heb ik ze ingekleurd. Dan neem ik het mee naar de glitter. Je strooit de glitter eroverheen, tikt het af. En dan kun je gelijk zien dat dit het eindresultaat is. Na het inkleuren en opdrogen knip je het vogeltje uit en plak je hem op de kaart. Je kunt de kaart verder decoreren met een aantal bloemetjes, wat scrapbookpapier. De basis is colorcore papier wat ik opgeschuurd heb. En als laatste heb ik ook nog een tekst geplakt. En het leuke van die tekst is, dat is ook weer een zilveren sticker. Die heb ik weer met de Identipen gekleurd. Maar omdat ik nu een wat zachtere blauwe kleur wil, kleur ik dat met de Identipen. En terwijl het nog nat is, wrijf ik daar overheen met een stukje keukenrol. En zoals je ziet, krijg je dan een pastelkleur. Zo kun je van de 8 verschillende kleuren die er zijn, 16 kleurtjes maken. Dan heb ik hier nog een andere variant van hetzelfde vogeltje. En die gebruik ik in combinatie met doodelen. Want naast het inkleuren met de soufflépennen is de pen ook uitermate geschikt om te doodelen. Ik laat het hier zien. Zoals je ziet is die bijna verdwenen, maar na drogen is die zo wit als dat je hier ziet. Dit was het filmpje. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier gaan beleven met het werken met de glaze en soufflépennen als ik zelf. Thank you.